buiten me kijk, dan zie ik Rapenburg 56, het studentenhuis waar Erik Hazelhoff woonde. En vandaag zijn we lekker aan het varen door Leiden voor vanwege Vaderdag. Echt een hele leuke uitnodiging gehad. We hebben er lang op zitten wachten. Was bang dat alleen de moeders voorrang hadden. Maar ik ben heel blij dat de vaders ook uit de buurt komen. Prima, ook mooi dat wij uitgenodigd zijn. Ik vind het echt genieten vandaag. Ik ben natuurlijk ook super trots dat ik mee mag en dat hij ook in dit stuk meespeelt. Ik ben helemaal trots. Helemaal leuk. Ze heeft best al wat ervaring of wat rollen gedaan. Maar in Nederland is het de eerste keer dat ze haar rol heeft. Ja. En ik vind dat ze een moeilijke rol heeft. Een hele zware rol. Maar ze doet het op haar best. Ik ben reuze trots dat ze een Soldaat van Oranje speelt. Ik vind het echt heel leuk. Dirk wilde heel graag een Soldaat van Oranje spelen. Ik heb ook altijd het gevoel gehad dat het ook zo zou lukken. En ik ben er echt heel blij mee dat zijn idee, wat ik gewoon heel graag zou willen, toch uitgekomen. Ja, natuurlijk 6 keer in de week hebben we het Leids Manifest ook in de voorstelling. En om dan nu daadwerkelijk dat te zien, dat het hier in het huis van Erik Hazelhoff ook echt hangt, is heel bijzonder. Kunnen we weer meenemen in de voorstelling. Ik vond het ontzettend bijzonder om die in mijn handen te hebben. Want ook in de voorstelling houden we het ook duidelijk omhoog. En dan wordt er voorgelezen. En dan moet ik ook echt wel spelen dat het heel veel impact op me heeft wat er gevraagd wordt. En wat er op dat papier staat. En dat heb je dan in 1 keer voor je. Dat is wel heel bijzonder. Historisch musical vind ik, die eigenlijk iedereen raakt. En ja, je kunt verschillende dingen erover vertellen. Het blijft in herinnering, het blijft leven. En ik vind ook dat we het door moeten vertellen. En ik ken mijn vaders verhalen. Mijn vader heeft in het leger gezeten, heeft ook in het kamp gezeten, kamp Vught, opgenomen. En dan herinner ik wel heel veel van zijn verhalen, wat ik hier dan ook zie in de Soldaat van Oranje. Ik denk dat nog steeds inderdaad dat het belangrijk is dat dit verhaal überhaupt verteld wordt. Maar daarnaast ook dat het nu nog steeds heel erg belangrijk is met wat er nu in de wereld allemaal gebeurt. En dat het belangrijk is om na te blijven denken over wat ik gedaan zou hebben. Ja!